Ja, Ricardo Hering, de eerste speler van het jaar bij de verkiezingen van Weije 92. Had je het zien aankomen of zeg van nou, ik had eigenlijk misschien Nick wel verwacht? Ja, die had het net zo goed kunnen zijn. En Dylan had het ook net zo goed kunnen zijn. Op zich heb ik het niet echt per se aanzien komen of zo, nee. Nou ja, je weet dat je genomineerd bent, dus dat je een kans maakt. En op zich ging de tweede helft van het seizoen ging het inderdaad wel lekker. Dus dan is de kans gewoon aanwezig. Ja, nu, mooie foto. Komt straks in de kantine te hangen. Dat zal wel wennen zijn, denk ik. Ja, met de tong uit de mond. Ziet er heel vrij uit. Nee, ja, het is, ik vind het leuk dat ze dat doen. En ze maken er gewoon een spektakel van. En dan krijg je zo'n foto aan de muur. Ja, is wel leuk. Ja, is gewoon leuk. Ja. Ja, want het is in die zin gewoon een stukje waardering na het hele seizoen. Natuurlijk, je speelt er heel lang bij Weije. Maar in dit geval dan speler van het jaar. Dat je zelf gewoon een goed seizoen gedraaid hebt. Ja, gewoon, wel, aan het begin had ik wel last moeite hoor. Maar later begon het beter te lopen. En dan begin je ook nog eens te scoren. En dat is wel belangrijk voor een spits. Dus daar ben ik blij mee. Maar dan nog, we doen het met het hele team. Zij moeten mij in scoringspositie brengen. En op het moment dat dat gebeurt, dan schiet ik ze er nog steeds wel eens naast. En ja, dan de volgende keer schiet je hem erin. En dat is gewoon, dat is lekker. Dat is lekker, maar je doet het gewoon met z'n allen. Dus het is ook gewoon een teamprestatie. Ja, want in die zin, volgend jaar gaat waarschijnlijk deze verkiezing weer. Dan moet je eigenlijk voor de tweede keer gaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ga je, je gaat niet speciaal hiervoor. Daar ga je niet voor. We gaan ervoor om met het team een prachtig seizoen van te maken. Het liefst zo hoog mogelijk eindigen. Het liefst kampioen. Wie weet zit het erin. Het zou fantastisch zijn. En ja, hier denk je niet aan. Ja, het is leuk dat je dat na de wedstrijd kunt zien. Van als je een lekkere wedstrijd hebt gespeeld, is altijd voor je eigen gevoel is dat gewoon fijn. En, maar goed, laten we eerst maar eens gewoon met z'n allen een prachtig seizoen van maken. We zullen het zien. In ieder geval gefeliciteerd met deze mooie prijs. Hartstikke bedankt. Dankjewel.